Het mag dan een vriendschappelijke wedstrijd zijn. Als deze twee rivalen tegenover elkaar staan, is het nooit helemaal vriendschappelijk, Juri. Nee, het zijn twee landen die absoluut niet van elkaar willen verliezen. Vriendschappelijk of niet, ik verwacht dat het er bij Vlagen stevig aan toe zal gaan. Vandaag gaan we eindelijk weer eens genieten van een ouderwets onderonsje tussen Nederland en Duitsland, Juri. Ja, ik schat onze kansen toch niet zo heel erg groot in. Duitsland is de favoriet, dat is duidelijk. Maar het zijn altijd bijzondere duels en ik hoop dat Oranje zich niet zomaar gewonnen zal geven. Met deze 11 namen hoopt Duitsland vandaag de wedstrijd in het voordeel te beslissen. 4 verdedigers, 4 middenvelders en 2 aanvallers. Dat zijn de wapens van vandaag. Ja, kijk, wie het beste is op het middenveld, die zal waarschijnlijk de wedstrijd winnen, Evert. En natuurlijk worden opkomende backs ook hartstikke belangrijk. En het valt overigens op dat ze het klassieke 4-4-2 spelen. Dus niet dat met een ruit op het middenveld. Hè. Dan speel je met een echte nummer 10. Het stadion van Borussia Dortmund werd in 1974 opgeleverd voor het WK in Duitsland. Toevallig was Borussia net gedegradeerd naar de tweede Bundesliga. Ja, daardoor was Dortmund de enige club van het tweede niveau dat met een compleet nieuw stadion was vertegenwoordigd op het WK. De ploeg gaat in deze opstelling van start. Duitsland heeft afgetrapt en daarmee is de eerste helft begonnen. Lekker schot hoor. Wat een pegel, Juri. Ja, dat is een prima poging. Maar daar moet je natuurlijk een beetje geluk bij hebben. Hennings, Pascal Gross. Van die verdediger heeft hij geen last meer. Mooi uitgespeeld. Julian Korb. Pascal Gross. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Berghuis. Wat is dat toch een geweldenaar hoor, die Memphis. Weet je, Evert, hij is een speler die je geen ruimte moet geven. Want ja, hij schiet er als een pijl uit de boog vandoor met zijn snelheid. Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Ja, dit is toch een gevaarlijke doelpoging hoor. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Berghuis. Hij pakte die bal daar heel goed. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Pascal Gross. Komt dat schot? Daar is het openingsdoelpunt. Daar hebben we niet lang op moeten wachten. Nee, en nu krijgen we een lekkere open wedstrijd. Ja, wat moet je daarmee als verdediging met zo'n meegekomen keeper? Wie hoort die speler te dekken? Je weet het nooit met deze doelverdediger, Evert. Maar ik denk dat er niemand was die hier rekening mee had gehouden. En de Duitsers hebben de leiding als de aftrap wordt genomen. Deuron. De Jong. De tegenstander weet de paas eruit te halen.
Colin Quayner. Hij heeft meerdere opties. Hij is er bijna. En de bal gaat achter en de Duitsers mogen nu een hoekschop nemen. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. De voorzet kan nu komen. Leonardo Bittencourt. Kans om te schieten. Hij ging er gewoon voor staan. Via de verdediger gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop dus. Ze kiezen voor de lange variant. De aanval levert niks op. De scheidsrechter laat doorspelen. Dat is een prima beslissing, want zo hou je tempo in de wedstrijd. Absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens, Evert. En dit is natuurlijk een voorbeeld waar je ziet dat de voordeelregel goed is toegepast. Memphis Depay. Daar zit een tegenstander tussen. Colin Quayner. Hij werkt die bal weg. De bal ging over de lijn en de Duitsers mogen inwerpen. Pascal Gross. Doet die goed. Daar zit iemand tussen. De keeper kan opgelucht ademhalen. En mogelijkheden nu voor Duitsland. Bal midden voor het doel. De tegenstander kan die bal rustig aannemen. Pascal Gross. Daar reageert die keeper alert op die kopbal hoor. Nou zeg, dat is echt een geweldige reflex. Met die kopbal, daar was weinig mis mee. Leonardo Bittencourt. Pascal Gross. De bal wordt in de 16 gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. Na kort beraad wordt er een inworp gegeven. Geen corner. Colin Quayner. Die legt de bal terug. Daar is de poging. Nou, dat was een knappe redding. En heeft de bal nog vast ook. Hij schiet. Duitsland gaat de corner nemen. Een doelpunt kan niet lang meer uitblijven. En dat voelen de fans ook. Diepe corner. Geen aanval die we ons na afloop nog zullen herinneren. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Ja, dat kan iets worden. Hij heeft steun genoeg. Hij heeft zijn mannetje afgeschud. En nu uithalen. Mooie redding, maar de bal is nog in het spel. Het was een veelbelovende aanval die niet meer dan een doeltrap oplevert. Komt dichter in de buurt van het doel. Daar komt de voorzet bij de eerste paal. Wat een prachtige redding van de keeper die een inzet van dichtbij onschadelijk maakt. Ja, hij moest snel reageren. Prima keepwerk. Uithalen zou ik zeggen. De thuisspelende ploeg via de paal aan. Pascal Gross. Colin Quayner. Zoekt de medespeler. Oh, knalhard schot. Daar is opnieuw een goal. Is dit de beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het al haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze jullie met de nederlaag van het veld willen stappen. Laten we die goal nog maar eens bekijken.
Memphis Depay. De Roon. Siem de Jong. Zonde van die rustige opbouw. Nu zijn ze de bal alsnog kwijt. Duitsland kan het gat induiken op de vleugel. En nu voor die bal. De doelman redt dat. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Pascal Gross. Dat is hem. Een tackle op de bal en het gevaar is meteen geweken. Geweldig gedaan hoor. Goed verdedigd zeg, maar wat een kans laten liggen. Pascal Gross. Nu schieten. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Doelpunt. Hier blijkt maar weer hoe moeilijk voorzetten vanaf de zijkant te verdedigen zijn. Ja, zo had ik ze vroeger ook graag. Het Duitse publiek vindt het prachtig. Ja, alweer een doelpunt. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. Siem de Jong. Memphis Depay. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Julian Korp. Pascal Gross. Chris Leuwe. Knap ingegrepen. Inborg. Leonardo Bittencourt. Pascal Gross. Hij is er langs en nu nog scoren. Duitsland baant zich een weg naar het doel en hij hangt. En daar is hij weer. Hij prikt nummer 2 erin. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Ze zijn zelfverzekerd op voorsprong gekomen. De Roon. Goed. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Gross. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. De scheidsrechter geeft een vrije trap. Ze slingeren de bal voor. Leonardo Bittencourt. Kunnen we een doelpunt noteren? Die paas zorgt voor. Ja, dit gaat goed. Die zit erin voor de Duitsers. De doelman zat er niet helemaal naast. Nee, hij raakte de bal wel aan, maar hij ging er toch in. Ik denk dat met deze stand de zaak nu al bekeken is. We spelen nog even verder, want 4 minuten blessuretijd. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Pascal Gross. Goede kans om de bal naar het midden te krijgen. Dit moet een goal worden. Het is een doelpunt. Er gaat een schitterende aanval vooraf aan deze uitbraak die beheerst wordt afgerond. Zo wil je het als trainer zien. Zonder moeite van dicht bij de goal ingewerkt.
Ja, die speler moet ver komen van de verdediging. Die laat hier toch wel een flinke steek vallen. De goal vanuit een andere hoek. De wedstrijd is nog lang, maar deze achterstand lijkt me onoverbrugbaar. Jansen. Berghuis. Siem de Jong. Jansen. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? De tackle was goed. Ik zeg het niet graag, maar wat zitten we naar een waardeloze wedstrijd te kijken. Hopelijk wordt de tweede helft beter. Ik heb er een hard hoofd in, Evert. Sommige spelers kunnen zich blijkbaar niet motiveren voor een vriendschappelijke interland. Ik hoop dat die er in de kleedkamer flink van langs krijgen. We zijn weer van start. Er moet wel een wonder gebeuren om die achterstand nog om te buigen in een gelijkspel. Of misschien zelfs wel een overwinning. Schieber. Hennings. Colin Quayner. De voorzet kan nu komen. De bal komt in het strafschopgebied. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Jansen. De Roon. Berghuis. Memphis Depay. Met gevolg gegeven. Goed gezien. Dit is een lekkere pas hoor. Wat een wilde tackle. Daar moet de scheidsrechter een kaart voor trekken lijkt me. De keeper raakt de bal op. Leonardo Bitencourt. Moet je dat zien? De bal wordt in de 16 gebracht. Doelpunt! Wat een fantastische kopbal. Deze zit er lekker in met de kopbal. Hij kopt die bal geweldig in. Dat was een lastige klus voor de doelman. Tegen twee man ben je al snel kansloos. Ja, je kunt maar één speler tegelijk aanvallen. Hij moest lang afwachten, maar bij dit soort situaties sta je uiteindelijk vaak machteloos als het goed uitgespeeld wordt. Er wordt een eenzijdige pot vandaag. De Roon. De Jong. Memphis Depay. Schieber. Leonardo Bitencourt. Bal kwijt. Tegenpartij is nu aan zet. De Duitsers gaan aanvallen. Daar wordt de bal zomaar ingeleverd. Tjonge, jonge, wat een slechte paas toch. Ingooi. Janmaat, De Roon, Berghuis, De Jong, Memphis Depay. Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Hij is er langs en nu nog scoren. Dat ziet er goed uit. Duitsland baant zich een weg naar het doel en hij hangt. De keeper toucheert die bal nog, maar weet het doelpunt niet te voorkomen. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. De Roon. De Jong. De Jong. Zijn passes zijn de hele wedstrijd al netjes op maat. Dat moet een doelpunt worden. Hij doet het. Doelpunt. En is de inhaal even begonnen, Jori. Nou ja, dan moeten ze ineens wel heel erg op schot raken. Ik zie het niet gebeuren. En een goal, Jori. We hadden er toch eerder eentje aan de andere kant verwacht. Deze doelman speelt uitzonderlijk goed vandaag. Inderdaad. Je kunt natuurlijk niet elke bal tegenhouden. Maar ja, ik had verwacht dat hij vandaag een nul zou houden. Hennings. Chris Leuwe. Uitstekend over de breedte geplaatst. Ja, nu kan hij de bal voor de goal gooien. Ze spelen de bal rustig naar elkaar over en zoeken naar de ruimte. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Amateuristisch gespeeld. Vrije trap!
En mogelijkheden nu voor Duitsland. Hij gaat ervoor. Bal op de lat. Nee, die bal gaat er niet in. Hij sprong zo hoog als hij kon, maar kon er toch niet voorbij. Nee, de bal was gewoon te hoog om goed te kunnen inkoppen. Colin Quainer. Duitsland kan het gat induiken op de vleugel. Uitgelezen kans om te scoren. Hij maakt het af. Hij scoort 3 keer. Ga er maar aan staan, zo'n hattrick. Uitstekend gedaan. Nummer 3. En dat maakt een hattrick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. Deze 2 teams zijn duidelijk niet van hetzelfde kaliber. De Roon. Daley Blind. Hij speelt de hele dag al goede passes. De Leeuw. Berghuis. Die pakt die bal op. Chris Leuwe. Leonardo Bittencourt. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Er wordt vervangend personeel ingebracht. Colin Quainer. Pascal Gross. Dit is een grote kans hoor. Nu terugleggen. Via de lat, doelpunt. De bal gaat via de onderkant van de lat hard de goal in. Dat is een spectaculair gezicht. Heel even dacht ik dat hij er weer uit zou gaan. Maar gelukkig voor de schutter was dat niet zo. Ik denk dat 1 team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. De Roon. Doorspelen, gebaard de scheidsrechter. Memphis Depay. Einde balbezit. Ze zijn de bal kwijt aan de tegenstander. Er staan nog 20 minuten op de klok. En het balbezit is voor de tegenpartij. Wat gaan ze doen? Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Berghuis. Memphis Depay. Duitsland heeft de bal. Colin Quainer. Daar komt de kans. Meesterlijke bal. Op de lat komt die bal. Pascal Gross. Leonardo Bittencourt. En nu uithalen. De bal is weggewerkt. Dat was een heel aardige kans. Een tackle op de bal en het gevaar is meteen geweken. Geweldig gedaan hoor. Delia. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Ai, 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 wat een slecht uitgespeelde counter is dat toch. De tegenstander, hij is er langs en nu nog scoren. Hij neemt hem. Ja, natuurlijk, vol op de pantoffel en veel scheelt het niet. Heerlijk hè, zo'n volley, Evert. Ja, daar moet je wel wat geluk bij hebben. Chris Leuwe. De paas gaat diep en breed ook. Hoekschop. De bal werd nog aangeraakt door de verdediger. De supporters zijn blij met het spel van hun ploeg. Hoor ze eens juichen. Ja, die denken dat de buit binnen is. Ja. Straks slaat het over op de spelers en kunnen ze in de slotfase de overwinning binnenslepen. De Roon. Nog 10 minuten te gaan. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze... De scheidsrechter kent een vrije trap toe. De
Die bal lijkt goed, maar wordt weggewerkt voor het echt gevaarlijk wordt. Vanaf het begin was er één dominante ploeg. En nu we het einde van de wedstrijd naderen, kan ik zeggen dat daar geen verandering in is gekomen. Overtreding, vrije trap. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Juri. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vonden zij ook. Maar toch moet hij plaatsmaken voor een teamgenoot. Hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Oh, prachtkans. Komt dat schot? Ja! Hij zet hier een fantastische hat-trick op zijn naam. En het waren nog mooie goals ook. Nummer 3. En dat maakt een hat-trick. Over rendement hebben we niet te klagen bij deze speler. 3 goals in 1 wedstrijd. Geweldig. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. De trainer haalt hem naar de kant. Hij zal toch niet ontevreden zijn over zijn spel. Dat lijkt me niet, Evert. Hij heeft een topwedstrijd gespeeld en verdient gewoon de wedstrijdbal. Nou, we zijn al een heel eind op weg en het begint er slecht voor ze uit te zien. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden. Leonardo Bittencourt. Duitsland kan het gat induiken op de vleugel. Bal in het strafschopgebied. De bal gaat via de paal binnen. Hier zien we het vanuit een andere hoek. Dacht jij ook dat hij naast stelde, Juri? Zo leek het even, hè? Ik denk dat die speler hem eigenlijk verkeerd raakte. Het verschil is nu wel heel erg groot geworden. En zo lang is er niet meer te spelen. De Leeuw. Schieber. Met de bal in een positie die gevaar kan opleveren. Dit is een grote kans, hoor. Dat is een goal. Er staat vandaag geen maat op dit team, Evert. Ze blijven hongerig naar doelpunten en worden daar vlak voor het laatste fluitsignaal voor beloond. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ja, dat voelt lekker, hoor. Zo op het laatste moment toch nog eentje bijprikken. Het einde van de wedstrijd komt in zicht en normaal gesproken is de zaak nu al beslist. Elia. De Leeuw. Goed gezien. Kans om de spanning terug te brengen verkeken, maar wat was die speler er dichtbij? Ja, ik dacht ook even dat hij zat, zeg. Schindler. Hij heeft een sterk schot in de benen. Gewoon een mooie goal. Ze laten niet na om nog wat extra zout in de wonden te strooien. Ja, dat is de echte topsportersmentaliteit. Een mooie bekroning van een geweldige wedstrijd. Ja, dat voelt lekker, hoor. Zo op het laatste moment toch nog eentje bijprikken. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. De wedstrijd is grotendeels gespeeld en het lijkt me duidelijk wie zometeen met de winst naar huis gaat. Daley Blind. Een afgetekende overwinning. Je hoopt vooraf op een spannende interland. Maar spannend is het eigenlijk nooit geweest, Juri. Nee, het was eenrichtingsverkeer. We hebben geen momentum op het puntje van onze stoel gezeten.